Daarom zijn we de laatste jaren steeds vaker overgegaan op het geven van voorbouw in plaats van een hele felle kunstdraad. En de voorbouw die we geven, doen we met biologische kunstdraad. Dat ziet er zo uit. Met die biologische kunstdraad weten we zeker dat er geen residuen in zitten. Een klein reepje voorbouw geef je om toch een beetje richting te geven aan de bijen om te uit te bouwen. Maar de rest bouwen ze gewoon van nature met hun eigen was uit. We gaan dit het vonkje bekijken of ze het netjes hebben uitgebouwd en belegd hebben. Om te zien hoe dat in de praktijk eruit ziet. Op zich is het natuurlijk helemaal niet vreemd om de bijen zelf te laten bouwen. Even een beetje een klein beetje rook om te laten weten dat we eraan komen. Elke jonge bij is een bouwbij. Die heeft zijn waszweetklieren goed ontwikkeld en die wil graag bouwen als hij de kans en de ruimte krijgt. Zoals je ziet is het volk redelijk ontwikkeld. 5 volle ramen bezet. Meer ruimte heeft ze niet. Kijk, hier zie je wat er gebeurt. Een aantal weken geleden hebben we zo'n raampje ingehangen. Gewoon een klein strookje met voorbouw. Met biologische bijenwas, vrij van residuen. En als je erbij de ruimte en de tijd geeft, wordt het netjes uitgebouwd tot natuurlijke raad.